Het Natuurtechnisch Instituut Natin zal zich niet alleen focussen op de studierichting olie en gas. Brian Tukimin, directeur technische sector van de opleiding, geeft aan dat het Natin 3 hoofdrichtingen heeft die niet verwaarloosd zullen worden. Er is momenteel niet alleen vraag naar geschoolde krachten in de olie- en gassector, maar ook naar krachten uit de elektro- en werktuigbouwkunde sector. Tukimin onderstreepte dat zij bezig zijn met een total upgrade van het Natin. En daar bedoel ik alle faciliteiten, maar ook de stuurrichtingen. En waarvoor er gekozen is om als eerste te kijken naar de drie richtingen procestechniek, elektrotechniek en werktuigbouwkunde. Omdat er de drie richtingen die gelijk de toeleveranciers zijn van stappen kwamen, beroepsbeoefenaars voor de zekere olie- en gassector. Wij focussen ons ook op de 13 andere studierichtingen, omdat die op lange termijn ook een belangrijke rol zullen vervullen in de totale opkomende industrie. In dit traject zijn we zeker staatsolie, maar ook de IOC's zeer erkentelijk voor de ondersteuning en ook de hulp die zij het Natin aanbieden. Maar we hebben nog meer hulp nodig. Ook van andere sectoren is er hulp nodig, zoals de elektrotechnische branche enzovoorts. Het document geeft aan dat in de afgelopen 50 jaar de school veel heeft bereikt. Hij geeft een uiteenzetting over de opbouw van het Natin. Het Natin is momenteel opgedeeld in 3 hoofdsectoren. Techniek, natuurtechniek en de labsector. Met in totaal 17 studierichtingen. En wat wij ook aanbieden zijn on top of Natin trainingen. Zogenaamde in-service trainingen. En een heel belangrijke daarvan is wat momenteel wordt afgedraaid. Het kopprogramma Oil & Gas, waar wij nu al de tweede cohort in zitten met in totaal 50 cursisten die afkomstig zijn van het Natin of van de AMTO. En dat een duur zal hebben van in totaal 18 maanden. De opleiding zal zich blijven inzetten om gekwalificeerde afgestudeerden te blijven afleveren aan de Surinaamse samenleving, benadrukt Tukimin.